Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een splitsplinter nieuwe video hier op mijn kanaal PrettyV. En dit worden dus dagelijks vlogs. Ik heb er hartstikke veel zin in. Dus morgen is er ook weer een video. Vandaag ga ik het hebben over welke films ik leuk vind. Ik zie je dus na de intro. Jawel, jawel, daar ben ik dan. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video hier op PrettyV. Vandaag ga ik het hebben over films. Welke films ik vroeger allemaal gekeken heb. En films die ik dus dit jaar gezien heb. Super cool. Vroeger was ik een jongen, ik was 11 jaar oud. En ik keek High School Musical. Ik zit nog steeds te denken van, Arthur, waarom keek jij High School Musical? Wat zo natuurlijk. Ik was niet aan het huilen. Ik weet niet wat het was. Ik was 11 en ik had zelfs een dekbed van High School Musical. Kunnen jullie dat voorstellen? Dat je 11 bent en dat je dan een dekbed van High School Musical hebt. Maar ja, jullie zouden afvragen, wat kijkt Arthur nu dan? Dat ga ik jullie vertellen. Ik heb Fast of Furious 7 gezien. Die is perfect. Top. Hartstikke mooi. Ik zou hem zeker kijken. Want hij is echt de moeite waard. Ik heb de film Dumb and Dumber gekeken. Het is een superleuke film. Hartstikke grappig. Als jij nou denkt aan een grappige film die je wilt zien, moet je vooral Dumb and Dumber kijken. Is super cool. De klassieker die ik zo mooi vind, de Titanic. Ha, nee, Fatou, grapje. En de film Chappie is echt hartstikke leuk om te zien. Het is een robot die van de politie is. Scooter, echt waar, echt waar. Nou jongens, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal hieronder. En ik zal weer wat rustiger praten. Nou jongens, leuk dat jullie hebben gekeken naar een nieuwe video. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hieronder op de rode button. En ik lijk net zo iemand van het vliegtuig. Jawel hoor. En plaats een leuke reactie. Ik wil graag weten van jullie wat voor films jullie allemaal kijken. Deel de video met al je vrienden op social media. Dan zie ik jullie weer